in zijn hoofd. Nee toch? Oh my. Heeft hij ons gezien? Waarom wordt de muziek spa? Hij heeft ons gezien. Yo, heeft iemand nog lichamen over? Als ik nog slaapproblemen ga krijgen of zo ooit, is het door dit spel. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Hé, hey, doe normaal. Doe normaal. Rustig. What the frick doe jij? Hey kijkers, top dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik waarschijnlijk de engste game spelen die ik ooit gespeeld heb. Ik ben hier, de Outlast Trials. Deze game is net uit. En je kan het dus, eindelijk kan je Outlast met meerdere mensen spelen. Maar ik ben alleen. Mensen hebben school, mensen hebben werk, mensen hebben een leven. Dus ik ga dit alleen spelen. En heb ik daar zin in? Nee, totaal niet. Er is niet eens een main screen. Ik kan niet eens mijn geluid aanpassen. Dit speelt zich trouwens af in de tijd van de Koude Oorlog. Dus dat is, laten we zeggen, ongeveer al zo'n 70, 50 jaar geleden. Uh-oh. Dus ik vrees dat er gruwelijke dingen gaan gebeuren. Are you lost, lonely, poor, confused, we want you? Ja, dat klinkt wel heel triest. Oh my. Dit is ook niet al te best. Hallo, help. Eeuw, is hij nou dood? Oh. Ja, nu is hij echt dood. Uh-oh. Gaan ze mij ook doodmaken? Oh nee. We worden dus een of ander instituut ingestuurd. Waar ze dus experimenten uitvoeren op mensen. Ik vrees dat wij een van die mensen zijn waar ze op gaan experimenteren. Oh, dat is heel veel bloed. Oh nee. Ook fijn dat ik iets kan zien, hè. Het is zo... Ik zie helemaal niks. Ja, ik zie bloed. Dat zie ik wel. Ik weet dat er bloed is, maar... Oh, eel. Oh my... Wow, Ski, wat is dit? Nee toch? Maar wij leven nog. Ik denk niet heel lang meer trouwens. Nou ja, dan zou de game een beetje snel over zijn. Don't be afraid. Oh, naalden. Oh my god, dat is heel slecht. Bro, in zijn hoofd? Nee toch? Oh my... Oh, dit is echt niet smakelijk. Hij heeft een bril uit zijn hoofd gehaald. Even hoe ziek moet je zijn om gewoon lekker in mensen te gaan boren. Nou, kijk, chirurg nu bijvoorbeeld ook, maar dat is anders. Deze mensen hebben denk ik kwade bedoelingen. Oh ja, ze vraagt even toestemming en hij schudt gewoon mijn hoofd, ja. Wat is dit voor een corrupte bende? Gaat die bril nu op mij? Oh nee. Oh! Oh, waar ben ik aan begonnen? Oké, we kunnen wakker worden. Ik heb er geen zin in. Maar laten we het toch maar wel doen. Anders zitten we nog 20 minuten hier in hetzelfde scherm. En dat helpt denk ik niet heel veel. Ik ben wel benieuwd wat hij nou met mijn ogen heeft gedaan. Want voor mij was hij letterlijk gewoon in mijn ogen aan het boren. En dat is niet heel fijn. Maar hey, waarom lopen wij los? Moeten wij niet ergens vastzitten of zo? Employees only. Ik heb zo'n gevoel alsof dit niet de bedoeling is. Press F to toggle night vision. Oh, dit is als een bril. Oh, dat kost battery power. Hallo? Yo, ik ben zo bang. Dat is echt niet meer. Oh, hier hebben we night vision nodig, denk ik. Ja. Oké, dit is heel creepy. Ik heb het gevoel alsof ik echt van alle kanten gejumpscared ga worden. En ik weet gewoon dat het gaat gebeuren. Ik dacht, ik doe expres een t-shirt aan, zeg maar. Omdat het best wel, ja, zweten gaat zijn. Ik hoor al iets. Ik hoor iemand lopen. Kunnen we hier... Oh, hier kunnen we overheen. Hallo? Moet ik hier zijn? Ik heb zo'n gevoel alsof ik hier eigenlijk niet moet zijn. Nu zit ik vast. Wat is dit voor onzin? Oh, ik moet hier omhoog, denk ik. Hold W en press spatie to jump. Oh, dat is heel... Ik voelde echt alsof ik gewoon gelijk die afgrond inging en niet eens sprong, mijn poppetje. Yo, is hier iemand? Je zou zeggen, in zo'n facility willen ze wel weten waar hun testpersonen zijn, als het ware. Kan ik dit uitdoen? Oh, dit kan uit. Erase your past. Nou, laten we dat maar doen dan. Remake yourself. Ja, aan deze lichamen te zien heb ik niet zo'n gevoel dat het heel goed gaat eindigen voor iemand. Erase your past is gewoon, yo, ga nu dood. Hij leeft nog, of niet? Leef je nog? Nee, hij leeft niet. Oké, allemaal goed. Jij leeft wel. Wat doe jij? Hallo mevrouw, waarom doe je zo eng? Moet ik hier naar binnen? Nee toch? Oh. Dit is denk ik niet de bedoeling. Ik heb zo'n gevoel alsof er een of andere outbreak is geweest. Dus dat dit ooit wel goed was. Maar dat er nu iets heel veel is gebeurd wat niet meer echt klopt. Ik heb iets opgepakt. Small battery. Oké. Oh, we kunnen onze battery rechargen. Dat is goed. Hallo mevrouw. Doe jij? Oké, hij doet gewoon helemaal niks. Ik denk dat je hier dan inderdaad binnenkwam als proefpersoon. Dit is dus elke keer waar je in de andere outlast, dus outlast 1 en 2, waar je naar binnen gaat in die facility. Dat is van Murkoff. Je kon dat inderdaad ook al zien al een paar keer. Maar dit is dus voor outlast 1 en 2. Speelt zich af. Dus dit is wanneer die facility echt nog werkend was. Of nou ja, heel werkend, weet ik niet. Oh, er is hier een kind. Oh, dit is een nepkind. Oh, de deur gaat ook gewoon dicht. Oh, dankjewel. Dus mijn geboorte is nu gewoon... Ja, dat klopt eigenlijk wel. Is het de bedoeling... Ja, er staat hier een heel groot pool. Maar ik heb zo'n idee dat die... Oké, wat zou er gebeuren? Gaan we dat doen? Oh, wat gebeurt er? De deur is weer open. Wat is er anders? Dit staat nu gewoon helemaal stil.
de playroom. Was dit net ook al open? Nee, toch? Dit was dicht. De playroom, gezellig. Maar ik wil allemaal niet spelen. Dank u wel, mevrouw. Oh. Weer die deur op slot? Wat? Those are an animal's instincts. Oh. You have to forget them. Oké, misschien moet ik dat maar doen dan, hè? Hier, pool. Gaat dit ook uit? Dit gaat ook uit nu. En die deur gaat weer open, of course. Oké, adios, amigos. Gezellig jullie gekend hebben. Ik vind deze vrouw wel chill. Ik voel me niet alleen. Where you learn to be good? Yo, wat? Was dit niet net de... Oh, dat is de... Huh? Welke kant op? Ik bedoel, oh, hier. Oh, dit was dicht. Ja, dit was 100% dicht. Crouch. Oké. Ja, hier gaat het dus helemaal... hier begint... Ja, verkeerd. Oh, tandjes, wat gebeurde er? Hier heb ik nog een battery. Laten we die gewoon gelijk eventjes erin stoppen. Is dat nodig? Weet ik niet. Maar misschien helpt het. Oké, hier, open. Oh, mijn god. Waarom is het zo eng? Oh, deur dicht. Oké, ja, dankjewel. Fijn ook dat die op slot gaat. Heb ik dit nog? Oh, ik heb het zeker nodig. Oh, ik schrok van die... Die klok gaat. Ik schrik gewoon van hoe ik mijn bril opdoet. Dat is heel eng. Dat komt opeens zo in je beeldscherm. Carrots is stick. Ja, wil ik hier naar luisteren eigenlijk? Ja, dat is heel leuk. Ik ga trekken. Ik ga dit uitzetten. Adios, mensen. Kan ik hier? Oh, ik kan hierdoor. Oké. Fijn dat dit allemaal wel zo vanzelf gaat. Daar ligt iemand. You can bash the breeze in doorways. Oh, huh. Waarom stond je zo opeens achter mij? Wacht, the breeze in doorways. Welke door? Oh, hier, kijk. Maar wat moet ik erin gooien dan? Oh, zo. Oh, hey, stop eens. Nog een keer. Hoppakee. Gaan we gewoon negeren dat hier iemand net voorbij rende of zo. En dat ik nu hier achteraan ga. Er is dus nog wel leven hier. Is dit nodig? Oh, dit is niet nodig. Oké. Save je power. Je battery. Oh, fijn. Ja, nee. Dit is heel lekker. Ik denk dat er net zo'n kind voorbij rende. Ik wil niet heel erg vervelend doen. Doe voorzichtig met dat mes. Wat? In zijn hoofd? Ijo, echt gewoon recht. Blijf daar, hè. Ik ben echt bang dat ze gaan bewegen. Ja! Oh! Gast! Oh, shut up! Rot op! Ben ik dood? Wat is dat? Ik ben gelijk helemaal low. You're injured, you need medicine. Ja. Oké, kan je hier dus verstoppen? Zullen we even kijken hoe dat werkt? Peek. Oh. Oké. Als er dus nog één gek op ons afkomt rennen, dan kunnen we misschien gewoon verstoppen beter. Ik heb medicine nodig. Dit is een... Kijk, medicine. Ze hebben erover nagedacht. Laten we dat even drinken. Hoppakee, lekker joh. Oh, ik heb mijn ding aan. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik heb zo'n gevoel alsof we nu moeten gaan verstoppen. Ja. Hold open door slowly. Zullen we dat doen? Oh, we kunnen pieken. Maar wat is er dan? Er is helemaal niks. Oh, ik glitch hem. Die deur daar is open. Oh, ze bewegen. Daar staat ook iets. Zie je dat daar? Oh, zij zijn heel... Wat een piepgeluid, jongen. Ja, ik zag die schaduw rennen. Kunnen we even pieken? Oh, niks. Wacht, moeten we nu deze kant... Nee, hier komt net iemand vandaan. Ik wil deze game helemaal niet spelen. Press L, shift to run. Ik heb zo'n gevoel dat we het nodig hebben. Laten we het gewoon doen. Hallo? Ik hoor iemand... Oké, hier kunnen we verstoppen. Dat gaan we nodig hebben. Wie zingt er? Hallo? Wat doe jij? Gaan we hier naartoe? Ga ik dit uit je handen pakken? Ik heb een appel. Lekker! Dit is een it-geval. Waarom? Ja, die trekt aan mijn arm. Ik wist het. Wat ben jij? Wat is dat? Wat is... Kijk, de hoofd. En er zit een zaag in zijn mond. Oh nee, rot op. Oh nee, dat is echt niet lekker. Waarom pakte ik die appel ook gewoon? Ik wist dat iets zou gebeuren, maar ik had zo'n gevoel alsof ik het moest doen, zeg maar. Oh, dit spel, echt waar. Als ik nog slaapproblemen ga krijgen of zo ooit, is het door dit spel. Dat durf ik te wedden. Laat even weten of jullie meer hiervan willen zien. Kunnen we op zich wel doen. Oh, dit is medicine. Large medicine recovers full health. Dankjewel. Dankjewel, meneer, voor je medicine. Het spijt me dat jij het misschien ook nodig had. Oh, ik hoor die vrouw. Dat vind ik niet leuk. Hey, we zijn weer buiten. Let's go, mensen. I'm free. Ik ben ontsnapt. Easy game. Dit was de game. Hier heb ik zoveel geld voor neergetikt. Nee, dat zou wel erg zijn als dat het was. Oh, don't they think they're clever, daddy? Hallo. Wat komt er? Waarom hoor ik die vrouw deed het praten of zo? Ik spoel hier gewoon. Dat is diep. Wauw. Love makes you weak.
maar wat is dat? Hallo? Ben jij een aardig persoon of ben jij een niet persoon? Zullen we kijken wat jij bent? Ben je aardig? Je hebt kriebel, wat doe jij? Wat? Hij leeft nog. Oh, ik schrok van hem. Ik denk niet dat deze man iets van toegevoegde waarde gaat geven aan ons avontuur. Dus laten we verder gaan. If you're quiet and in the dark, most enemies won't find you. Oh, nee. Ja, dit is heel slecht. Mijn batterij is bijna leeg. Oh, hij komt deze kant op. Hoezo loopt hij hier ook gewoon? Ja, mijn ding gaat leeg. Dat is niet al te best. Hier, open dit. Even die deur dicht, hoor. Heeft hij ons gezien? Waarom wordt de muziek spa? Hij heeft ons gezien! Hij heeft ons gezien! Weg hier! Weg hier! Rennen, rennen, rennen! Verstop ergens! Verstop ergens! Kijk, ik kan nergens verstoppen! Oh, nee! Hij is weg! Hij is weg! Hij is weg! Oh, is hij weg? Oh... Deze game geeft me zoveel stress. Eeuw, wat is dit voor een vieze... Geen houtversnipperaar, maar mensversnipperaar. Jo, heeft iemand nog lichamen over? Dan kunnen we ze versnipperen. Lekker! Oh, er zijn ook echt... Eeuw, liggen nog wat ledematen naast. Oh, is dit niet de kant waar ik... Nee, hij gaat open! Oh, nee, daar gaat een mens in! Nee, dit is die... Dit is die vrouw van net. Nee, toch? Nee, gaat niet. Zeg niet dat hij hem erin gaat gooien. Dit kan toch niet? Hij leeft nog. Niet levend. Oh nee, en die zaag van die vogel. Mother gets disappointed. Ik denk dat dit een soort van de grote basis van het huis waar we in zitten. Oh! Nee. Hij leeft nog. Oh, waarom sta ik hier ook zo te kijken trouwens? What the freak? Waarom ziet zij... Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ik moet zo naar links. Nee, 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 nee. Dit is heel slecht. Oh, ik voel het gewoon in mijn hele lichaam. Oh, mijn hele lichaam. Ik heb het koud gelijk, jongen. Oh. Ik kan ook niet verder. Nee. Mevrouw, wacht even. Hallo, komt... Nee. Oké. Ik denk dat wij die lift in moeten gaan zo meteen. New assignment, destroy your public records. Oh ja, ze hadden allemaal mapjes van mij, hè? Ze hadden allemaal mapjes met gegevens. Ik denk dat we daar iets mee moeten doen. Wat hebben we hier? Oké, hier hebben we wat healing. Je kan onder het bed verstoppen. Oh, dat kan echt. Oké, dat is best wel sick. Maar moet ik nou de hele tijd dat flesje aanzien? Want dat is best wel irritant als ik dat zeg. Hoi, wat is er in deze kamer? Oh, lichamen. Maar niet heel veel verder. Ik heb geen batterij echt meer, dus ik kan niet heel lang zo kijken. Is hier geen loot? Wat een verspilling. Want een verspilling van mijn tijd. Dat is niet leuk, jongens. Oh, hey, mijn grinder. Adios, hè. Oh, wacht, waar moet ik naar naartoe? Moet ik hier weer terug? Oh ja, ik moet hier terug. De deur hier is nu open. Oh, hier hangt werk zo'n leuke Destroy Public Records. Oké. Dit wordt de eerste missie die we gaan doen. Ik vind het zo vervelend dat die deuren elke keer op slot gaan of zo. Ik weet niet. Het is niet heel fijn gevoel. Avoid enemies by using hiding spots. Uh-oh, under the bed. Waar? Komt er nu een enemy? Oh, daar liep iemand. Daar liep iemand. Ik zag jou. Ga je de kamer in komen? Dat kan niet, want alle deuren zitten op slot. Haha, loser. Oh, die deur niet. Oh, je maakt hem gewoon open. Nee, oké, dat moet kunnen. Ziet hij mij zo echt niet? Wat ga je doen? Waarom heb je ook zo'n vieze zaag in je handen? Like, dude, wat? Hup. Doei. Oké, ik denk dat ik safe ben om eruit te gaan. Ik betwijfel het. Maar we doen het. Deze deur kan open. Try harder. Noise trap. Oh, nee. Nee, 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 nee. Ik moet verstoppen. Ik kan niet verstoppen. Ik kan niet verstoppen. Frick. Oh, de deur is dicht. Ik heb het gehaald. Ik weet niet of dit helemaal de bedoeling is eigenlijk. Qua tussen. Als deze plek dit wil, dat ik ze destroy, waarom zou ik het dan doen? Pick up. Hier, moet ik ze destroyen? Ik kan ze niet in deze kamer destroyen. Dus ik denk dat we door moeten gaan. Oh, ik heb zo'n gevoel. Liep daar? Ja, daar loopt hij. Daar loopt hij. Zeg niet dat hij naar buiten komt, hè? Alsjeblieft niet. Oké, ik denk het niet. Oh. Oh, hier. Oh, ik kom naar buiten. Oeh. Gelukkig crouchstick. Als het goed is, kan hij me daardoor niet horen. Oh, heeft hij me wel gezien? Oh, hij loopt daar, Oh, nee. Hij gaat weg. Ik heb de deur nog niet dicht horen gaan. Oh, de deur staat gewoon nog open. Hallo? Hoe heeft hij ons niet gezien? Hoe wil ik langs die gast? Ik kan toch nooit langs hem? Oh, hij gaat weer terug. Oké, nu kan ik langs hem. Moet ik langs hem? Ik weet het niet. Oh, hij is nu daar. Oké, dan moet ik heel snel... Hij doet de deur dicht. Oké, goed, goed, goed. Hier kan ik het destroyen. Oh, dit is die grinder. Ja, ja, dus het is niet alleen voor mensen, maar ook voor je public records. Kom op, doe het erin. Hoppatee. Oh, ik denk dat dat geluid maakt. Ik denk, weet wel zeker dat het geluid maakt. Ik ga gewoon doorrennen. Frick dat. Adios. Destroy your private life. Yo, dude, waarom luister ik hier naar? Waarom destroy ik alles? Be cool, Hey, hey. What the frick doe jij?
Oh nee, or try the Outlast, the Skinner Man. Oh nee, we moeten heel snel iets vinden, waardoor ik niet dood ga. Dude, kom op. Is dit een antidote? Dit is een antidote. Wacht, large medicine, small battery, antidote. Drink het, drink het. Kom op. Hey, wat ben jij? What the frick? Waarom gebeuren er zulke rare dingen? Dit is insane. Ja, echt heel interessant. Pull gewoon die lever. Destroy mijn private life. En ik wil gewoon door. Verder met dit, jongen. Oh, niet deze op. Oh, die battery kunnen we trouwens gewoon even gelijk installeren. Ja, free yourself from your private life. Goed, man. Leuk verhaal. We doen het. Oh, wacht. Ik kan niet rennen met deze doos in mijn hand. Wat hinderlijk. Deze heeft zich ook van zijn private life losgemaakt. Heeft gewoon geen hoofd meer. Dan heb je geen gedachten meer. Geen privé. Niks. Ja, dat is helemaal goed. Oh, weer die blender. Die grinder hier zo. Oké, nee, dat is cool. Hier, hoppatee. Private life. Neem hem. Stop het in de grinder. Wat gaat er nu gebeuren? Exit the trial. Gaan we naar haar toe? Is dat serieus de bedoeling? Dat is niet de bedoeling. Hier, press. Maar zij is hier. Hé, hey, doe normaal. Doe normaal, rustig. Oh. Ja, ik dacht al dat het niet de bedoeling was, maar dit dingetje staat daarop. Sorry, wat? Return to experiment. Ben ik dood? Nah, ga niet zeggen dat ik dood... Ik ben hier. Maar dit is mijn private life doos. Wacht, moet ik hier weer naartoe dan? Hier was ik net. En toen heb ik hier mijn private life in gestopt. Hier ben ik dood gegaan. Kan ik hier exiten? Is zij weg, die vrouw? Oh, wat gebeurt er? Hallo? Deze stoel is niet heel veilig, denk ik. Oh, ik moet er gewoon in gaan zitten. Ik heb geen keuze. Oké, weet je wat? Ik zit wel in die stoel. I don't care. En nu? Hallo? Reborn. Ah, rebuild. Nu begint het natuurlijk. Ik heb geen publieke leven meer. Ik heb geen privéleven meer. Ik heb binnenkort waarschijnlijk ook niet eens ledematen meer. Maar hey, we hebben wel een frisse start, you know. Ik groei het gewoon weer aan. Dat is een soort van... Hagedissen doen dat toch ook wel? Misschien moet ik luisteren naar wat deze man te zeggen heeft. Ja, wat een kans dat ik helemaal opnieuw kan beginnen. Echt heel fijn. Dankjewel, man. Was dit de enige reden dat ik op die stoel heb gezeten om even naar die man te kijken? Oh. Hallo, meneer. Oh. After each trial, I'll assess your progress, guiding you through. Oké, dat klinkt leuk. Freedom is waiting. Wat? Deze game is zo raar. Oké, maar er worden gewoon allemaal experimenten op ons gedaan. En deze mensen die houden ons in de gaten, maar die helpen ons ook. Maar er zijn ook mensen die ons vermoorden en... Oh, hier kan je dus met meerdere mensen, denk ik, ingaan om een trial te doen. Oh, dit is cool. Dus dit is gewoon een soort van je lobby, denk ik. Oh, kijk, hier zijn allemaal mensen. Ja, en dan kan je samen trials doen. Ja, dit is vet. Ik denk dat dit een soort van, ja, het begin was van de game. Dit is zo cool. Willen jullie nou zien dat ik een trial ga doen alleen of samen met andere mensen? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden en klik hier voor nog een hele andere enge video die je zeker niet wil missen. Joejoe!